Hey allemaal, welkom terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Noah en vandaag gaan we verder met Detroit Become Human. Voordat je gaat beginnen aan deze video, of sowieso verder gaat luisteren, doe zo eens een duimpje omhoog en subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook zeer zeker niet het notificatiebelletje aan te klikken, zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's. De vorige keer waren we bij dat Kara en Alice de politie waren tegengekomen en dat ze moesten rennen over de highway. Snelweg. Oeh, sorry. En nu gaan wij verder met, ik denk, Marcus. Dus, let's go. This report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. We contacted CyberLife for comment. Oh ja, hij heeft die ding ook weggehaald, hè? Kleur updated. Even kijken hoor. Maar dat is zeker zo'n boek dat je dan zeker moet gaan lezen. Ja, daar heb ik dus helemaal geen zin in. Misschien dat het beneden staat. Ja, daar. Pak ook gewoon een roltap naar beneden. Heftig, heftig. Sorry, excuse me. Do you know where Jericho is? Deze. Allebei. En nu? Daar ook. Recht voor onze neus. Heerlijk. Ja, rennen. Rennen. Even kijken hoor. Hier hebben we één. Oké, top. En hier. Ik denk dat dat hier om de hoek is. Ik kan maar kat ook het mis hebben hoor. Ja. Jeetje, 3. Waar is die andere dan? Oh, daar. Oh, grapje, we konden ook gewoon door.
Ik ging zomaar moeilijk doen. Want ik moest alleen die achterste nog hebben. Alleen deze nog. Oh, maar dan moet je dit ook weer weghalen, natuurlijk. Kijk maar. Geen idee wat het is. Kunnen we deze kant op lopen? Ja. To your roof. Okay. Zo, dan is hij echt fucking gemoed. Jezus. Waar is die andere dan? Kijk hoor. Oh wow, dat was wel echt moeilijk te vinden, maar goed. Sparkle. Ah, oh, red je wel, man. Nice. Oh ja, naar daar. Kijk hoor. En dan daarboven inderdaad. En ik zie ze alle drie al, dus dat is helemaal top. Dat is één. Dan heb je hier nummer twee. Ergens. Shit zo, ik zou. Ah, heb eens. Dus even vanaf groot beeld moest ik het even bekijken. En dat was weer in een parkeergarage, tuurlijk. Oké, top. Heel sterk in je handen, man. Ga ik wel echt niet liepen. Alsof het niets is, gewoon. Oké, en rennen. Ik heb vergeten waar we ook weer moeten kijken. Hier al. Hierheen.
zou er net hier ergens moeten zijn. Oh, we hebben hem hoor. Oké. Oh, maak je het. Ik schrok me kapot. Niet hard lachen. En dan moeten we hier omhoog. Ik denk het. Nou, even naar de trap lopen alsjeblieft. Kijk hoor, hier. Nee, we gaan toch niet daaraan hangen, hè? Dat zou zelf best wel heftig zijn. Maar goed, weet je wat, we doen het gewoon. Zeker met dat aanloopje. Ga je het eigenlijk echt redden, man? Ja, maar kijk dit. Woe! Ik dacht even dat er geen water in zat. Wat is dat eigenlijk? Oh, zaklamp. Ah! Ging me altijd zo makkelijk aan. Waar moeten wij nu naartoe? Zit vast. Deze proberen. Hoi, alles hier is nog vast, man. Uh-oh. Heftig. Oké. Okay. Ik doe wel een beetje even op dit hoor. Waarom ook niet? Ik vind het ook echt totaal niet creepy of zo. Wow.
toch? Nee, ze kunnen toch daarin? Dit is ook echt gewoon totaal niet creepy of zo. You're kidding. Dat doet pijn. Zijn rug hebben gebroken. Nee, is dat die grap? Welcome to Jericho. Nee, dat is toch die ene grappie? Die is vermoord. Dat is toch die ene Henk? Die we in het allereerste het allereerste begin. Je maakt een grapje met me. What the fuck? Oké. Okay. Wow. Listen, I got a shit hot tip for you. Number 5 and the 3rd. Lickety split. That Philly's one hell of a Jason. You wanna flutter? Last shit hot tip you gave me sent me back a week's wages, baby. Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Yeah. Je hebt het sowieso een drug dealer. Ja. Wacht even, wat was dat? Oh. Hij ziet er niet meer zo uit, man. Jeez. All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. Oh. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nose and apology program. As if CyberLife thought everything, huh? Hmm. Here you go. Ah, thanks, Gary. I'm starving. Don't leave that thing here. Huh, not a chance. Follows me everywhere. Kan ook eten bestellen? Bij die vieze kraampje? See? This Pedro? He was proposing illegal gambling. Am I right? Yeah. And you made a bet? Yeah.
Your meal contains 1.4 times the recommended daily intake of calories, and twice the cholesterol. You shouldn't eat that. Everybody's gotta die of something. This morning, when we were chasing those deviants, why didn't you want me to cross the highway? Because you could have been killed. And I don't like filling out paperwork for damaged equipment. Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? CyberLife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Why do you hate androids so much? I have my reasons. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Oh, yeah. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? Ja, hij lijkt op die grappie. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars. Ik hoop maar dat hij dit oké vindt. So what's your conclusion? I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. Hij ging knippen ogen! I just got a report of a suspected deviant. Ik ga stuk. It's a few blocks away. You should go have a look. I'll let you finish your meal. Damn, hij keek zo. I'll be in the car if you need me. Verdorie. Hij denkt, hoe ga ik mijn smoothness erin zetten? Nu denkt hij, nu mag ik deze jongen wel. Ik krijg helemaal stuk. Hey, Connor. You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Okay. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. Stuk. Ik vind hem echt. What do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Ik hoor nog niks. Inrammen. Anybody home? Open up, Detroit police! Stay behind me. Got it. Ook ergens vind ik dat ze wel nu ook wel een beetje die spanning opzetten, toch? Sommige dingen denk je echt van, what the fuck? Weet je, die spanning begint nu ook gewoon echt gewoon in mijn hart gewoon. Dus als ik zo meteen aanval krijg of zo. Niet dat ik er last van heb. Gewoon van die hartkloppingen, toch? What the fuck is this? A pigeon! Allemaal duiven! Jesus, this place stinks.
Heel, er wonen hier ook mensen. Gadverdamme. Of er woonden mensen. En waarom zijn hier zoveel duiven? Like we came for nothing. Our man's gone. UD. Farm. Oh, jezus. En een boerderij. As I thought. What is it? Found something? I don't know. It looks like a notebook, but it's indecipherable. Ah, Jezus, maar wat een vieze duiven. Ik haat duiven. Een mail had ik ook. Military jackets. RT. Probably initials. Probably initials. Put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. Rupert Travis. Fake ID! Ik ga stuk. Driver's license is fake. Cool. At least we didn't come for nothing. Er zijn hier zoveel duiven. Gadverdamme, nog meer. En trouwens, hoe komen die duiven daarin? Oh, de deur is gewoon dicht. Want ze kunnen nooit op dat kleine streepje. Hey, overal waar ik loop zijn duiven, man. Ik wil die koekels eigenlijk niet eens open doen, hè. Maar dat moet wel. Eeuw, gadverdamme. Kijk hoe vies de koelkast of freezer is. Ah, Jesus, I hate these things! Goh. Alsof je niet bedacht aan het lezen bent. Waarom zijn die duiven? RA9, natuurlijk. Any idea what it means? RA9. Written 2,471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Is dat duivenpoep? Wat is dit? Een marker. Used recently. Het is gewoon steeds nat. Net gebruikt. Oh, hij is gevallen. Maar hoe de fuck kan hij vallen dan? Oké. Real books. I thought I was the last guy in Detroit. Electronic books, yeah, what is that? Smell the paper. See the paper. Nee. Godverdomme. You have no idea what I'm talking about, do you? Steeds meer androids zijn het aan het doen. Its LED is in the sink. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Echt zoveel meer androids doen het al. Eerst hebben we Marcus, nu hebben we Kara en nu hebben we weer iemand die dat aan het doen is. Die had gewoon zo'n dingetje eraf. Wat is dit? Skip marker. Ik heb niet geen idee wat het is, maar oké. Okay. Heel een haag. Oh, dit is een touwtje.
Oh. Oké. Natuurlijk gaan ze nu weer die harde muziek horen. Altijd maar weer die zolders, hè? Goddamn fucking pigeons! What are you waiting for? Chase it! Oké, kom op. Ik moet hem pakken. Go! I just wanted to be free. You know what they'll do to me if you turn me in. Model 874004961. Serious malfunctions have been detected in your software, including class 4 errors. You've been deemed defective and will be sent back to CyberLife for deactivation. Don't you fucking move! You bastard! You saw I was gonna fall and you'd rather let me die than fail your fucking mission! I had to make a choice. It seemed to me... What am I to you? Statistic? Zero, a one in your fucking program? Huh? Is that how you see humans, you bastard? Jesus. I understand you're upset. Perhaps I didn't assess the Fuck situation... Fuck you and your fucking assessment! Come here. Why are you doing this? All right. You're one of us. Shut up! Helping humans. Okay. But you're just their slave. I said, shut up! Ik zat hem maar om te redden. Serve niet domme. Right. Come along. Alright, now you save me. Hey, what the fuck?
androids. Oké, ik denk dat ik deze straks opnieuw ga doen. En dat ik het dan wel ga redden. Want anders blijft hij boos op ons. Sorry. Slecht dit, maar maakt niet uit. We spelen hem straks wel weer opnieuw. Mensen zijn met Marcus. Who are you? Fugitives. Just like you. My name is Josh. I'm Simon. North. How many are you? There are 19 of us still in working order. The rest were damaged escaping their masters. Many tried to reach Jericho. Few succeed. Humans have little pity for our kind. This is Jericho? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho. If you could decipher the signs, it's because one of us trusted you enough to give you the key. There's a place where we can be free. Find Jericho! I understand how you feel. But we have more freedom here than you ever did. Humans were your masters, and now it's fear that rules you. You're no freer than you ever were. You've only found a new master. You're lost. Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is deal with it. Yeah. Yay, Chimina. You're safe here. You can stay with us as long as you want. Oh, beter toch? Go and see Lucy. She might be able to help you. Is dat niet, dingetje? Hoe heet zij ook alweer? Die ene vrouw die ook in Maleficent heeft gespeeld. Angelina Jolie. Ik ga het nu opzoeken ook nog. Oh nee. Oké, nevermind. Maar welke freaking kan ik mijn kop dan? Are you Lucy? Heftig. Sit down. Wajo. Show me. Ik had hem echt moeten redden, man. I'll stop the bleeding. Drink this. Ja, het is gewoon blauw. Oké, maar dus voor de record, ik ga hem straks opnieuw spelen, maar dan ga ik Hank redden in plaats van. Even denk ik. Give me your hand. You had it all, and you lost it all. You've seen hell, and now hell lives in you.
Heftig. Your heart is troubled. A part of shadow and a part of light. Which will prevail? Your choices will shape our destiny. Mm-hmm. Dat wist ik. Ik heb helemaal geen zin om dit verder te doen. Ik wil gewoon met Kara en Connor verder. Oh, daar. Eh? Die ging zo goed. Nee, laat maar select niet als je weer moet zullen. What was your function before coming here? Ik sluit me een beetje op. Is, sorry hoor. These guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. Can't just go shopping at a CyberLife store. Ja, dat is om te denken stelen. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. A lot of these guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. They despise us. We'll never accept what we are. If you came here for comfort, you came to the wrong place. Oh, heftig. Kun je niet tegen jou praten? Nee, oké. Jammer. Wat is dit? Okay. So Simon, wie is Simon? Is dat die ene grappie? Simon. Simon. Hij lijkt echt op die Hank. Ik zweer. I know where we can find spare parts. CyberLife warehouse is in Detroit Harbor. They have everything we need. The docks are guarded. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let us. Which is why we won't ask permission. We don't have any weapons. And even if we did, none of us knows how to fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe. But it's better than waiting here to be shut down. I'm with you. Maybe it's worth a try. Okay. I'm in. Hi. Ja, ik wist het. Hij speelt hetzelfde als hij in het begin. Nou, vond je nou een leuke video? Doe dan vooral het duimpje omhoog. Als je hem niet hebt gesubscribed, doe dat dan vooral even. Ik ga nu verder met die van Hank even opnieuw dan proberen te redden. Zodat Hank straks in de volgende aflevering weer een beetje bevriend is. Want ik denk dat het niet goed gaat aflopen met Connor als Hank hem niet meer vertrouwt. Dus dat ga ik even doen en dan zie ik jullie bij de volgende video.